Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We hebben vandaag weer heel rustig weer. Trekken wat wolkenvelden over het land en in de eerste ochtenduren komt er in het midden ook mist voor. Het kan plaatselijk dichte mist zijn, maar zoals al gezegd, in de loop van de ochtend trekt dat allemaal op. De rest van de dag hebben we dan een zonnige periode, afgewisseld met een paar wolkenvelden en het wordt vanmiddag zo'n 13 tot 16 graden, hoogste temperatuur in het zuidwesten. De wind stelt dus niets voor en komt uit uiteenlopende richtingen. Vanavond en vannacht blijft het heel rustig weer. Wel neemt in de loop van de nacht in het noorden de bewolking toe en daar kan een spatje regen of motregen vallen. Temperaturen dalen naar 5 graden in het zuiden en 10 graden in het noorden. Morgenochtend nog steeds een aantal wolkenvelden waaruit er soms een druppeltje valt, met name in het noorden of oosten van het land. Maar in de loop van de dag breekt ook van tijd tot tijd de zon weer door. Temperaturen blijven hoog, 14 tot 16 graden. Maandag is het ook nog zacht voor de tijd van het jaar dan zijn de flinke zonnige perioden. Dinsdag is een soort overgangsdag en vanaf woensdag wordt het dan wisselvalliger. Temperaturen gaan geleidelijk dan ook weer naar beneden. Aan het einde van de week ligt ze rond of onder de 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl